Yeah, you better. Yeah, you better. Yeah, you better. Hi en welkom bij de allerlaatste aflevering van Secret Society. Ik ben Mies en zoals gewoonlijk zit ik hier in de zetels met Millie, Zoe, Isa en Maddie achter de schermen. Het is vrijdag vandaag en we hebben wel een pittige week achter de rug gehad, want jullie weten dit waarschijnlijk niet, maar we hebben 4 afleveringen in 1 week opgenomen. Voor de gast van vandaag zijn we allemaal heel enthousiast. Ik denk dat iedereen haar ook wel zal kennen. Zij heeft gepresenteerd, geacteerd, ze heeft gezongen. En is vandaag vooral onderneemster. Welkom, Eline de Munk. Like a pro, girl. Like you've never did anything else. So yeah, we're rolling. Geen foutje en eens knallen. Where have you been all these years? Ja, je moet je waarschijnlijk niet op je gemak stellen. Maar toch, om het ijs te breken, hebben we altijd 5 korte dilemma's van Maddie. Get ready. Uh-oh. Eline, België of Hollywood? Ja, Hollywood. Okay. Zangeres of actrice? Zeker presentatrice. Big or a small wedding? Well, I had a really small wedding, but I'm planning a big one, so both. Both. 10 minuten te laat of 20 minuten te vroeg? 10 minuten te laat, sowieso. Zo kennen we er meerdere. Jezelf. En terecht. Liever voor altijd 24 of 34? 34. Zeker weten, eigenlijk. Voilà. Okay, ik vind dat altijd zo raar dat mensen ouder, zo jonger willen zijn dan dat ze niet blij zijn met hun leeftijd. Hoe oud zijn jullie eigenlijk? Echt zo. Melissa, misschien beginnen? Ja, ik ben 27, ik ben maar 95. Oké, Ja. En ik, Zoe, ik ben 29. Ik ben de oudste. Ik ben pas 26 geworden. En ik ben ook van 95. Oh my god, the youngsters. I'm like the old tart. En 27 als wel. Maar als uw antwoord was altijd 34, dan ben ik wel nog oké met ouderen. Ja, dan komt er nog veel goed. Ja, echt waar. Ik vind het ook altijd zo spijtig als mensen dan zo het erg vinden om ouder te worden. Ik denk van elke leeftijd heeft zoveel ervaring. En brengt zoveel ervaring met zich mee, waardoor dat... Dan heb je geen respect voor alles wat je hebt meegemaakt. Dat klopt wel eens. Maar toch heb ik een beetje schrik om ouder te worden. Ik ook. Maar dat is het ding van het leven. Dat houdt het leven spannend. Als je geen schrik zou hebben om ouder te worden, dan ga je ook niet de dag plukken zoals dat het zou moeten. Dus ik denk net dat het eigenlijk wel... Moest je altijd 24 blijven? En zoiets van, maakt niet uit. Zo. Ik vind, en die ervaring en de dingen meemaken, ik vind 34 echt leuker dan 24. Ja. So, good things are coming your way, girls. Ik had een collega en die zei altijd, vanaf je 30ste begint eigenlijk echt het goede leven. Dat zei iemand 2 jaar geleden ook nog tegen mij. Die was 40 en die zei, ik zou nooit willen ruilen. Die zei, vanaf je 30ste heb je zo shit together en dan zet je meer ervaren en je doet... Ja, die zeiden inderdaad. Well, shit together. Dat gaat altijd zo blijven, denk ik. Elke leeftijd heeft andere challenges. Yes. Maar je hebt wel meer respect voor wie dat je bent. En zo meer zo van, oké, als dat niet lukt. Of als ik een paar kilo ben bijgekomen. Of mijn haar ligt niet goed. Dat maakt allemaal niet meer zoveel uit. Uiteraard wil je wel goed voelen in je vel. Maar je gaat andere dingen... mee in de schaal werpen, vind ik, eigenlijk. Mm-hmm. Zie, daarom dat mijn haar vandaag helemaal niet gedaan is. Maar je ziet er nog steeds even goed uit. Yeah. Right back at you, all of you. Zeg, wij moesten eigenlijk meteen denken aan Gym TV. Ja. Want echt zo, we kregen allemaal een nostalgie-momentje. Want dat is eigenlijk een beetje waarmee dat je bij het grote publiek bent doorgebroken, denk ik, niet? Ja, ik denk dat de meeste mensen mij van... Eigenlijk, als je zo die vraag eens een keer zou stellen of iemand die aan het luisteren is, van waar kennen we die nu eigenlijk? Meestal weten de mensen eigenlijk niet van waar ze mij kennen. Ja, weet je. Zo van overal, maar zo ook van niks specifiek. Ja. Ik ben geen uitzonderlijk goede zangeres of ook geen uitzonderlijk goede presentatrice of geen uitzonderlijk goede presentatrice, maar ik heb gewoon altijd... En ik wist dat ook van mezelf. Ik wist wel dat ik mee kon, maar ik zeg dat ook niet, want ik kijk bewust niet naar jullie, omdat ik niet een compliment mention of zo wel, of een antwoord van dat is wel zo, maar dat is gewoon niet zo. Maar ik kan wel goed iets in de markt zetten. En ik heb dat altijd gedaan met mezelf.
als leidend voorwerp. Met lange ei. En met korte ei. En op een bepaald moment had ik zoiets van, ja, bon, mensen hebben een perceptie, hebben een beeld, wat nu natuurlijk met social media nog veel heftiger is dan ooit tevoren. En ik wou dat niet meer. Ik voelde dat als ik hier nu vroeger zou gezeten hebben, ten eerste omdat ik dan nog geen 34 was, maar ook omdat ik dan zoiets had van, wat denken die van mij? Of dat ik veel onzekerder daardoor zou zijn, omdat je nooit op nul begint. Ja. Ik denk, ja, Michel, dat jij dat ook wel zult ervaren. Dat je begint altijd op een plus of op een min, for what's a reason ever. En ik wou dat niet meer. En ik voel mij nu ook niet meer verantwoordelijk voor wat mensen dan van mij denken, omdat ik heb dat nu geplaatst op Odette. Dat is een product, dat is iets wat buiten mezelf staat. En daar kan iedereen een mening over hebben, positief, negatief. Maar daar kan ik tenminste iets aan doen. En dat gaat niet over mij, mijn klein zieltje. Ja. Dus dat is wel anders. Plus vrouwen zijn ook veel ondersteunender voor elkaar nu. Ja, ik geloof ook wel wat je zegt, ja. En hoe had je dat, als je dan vroeger jong werd, ik zeg, ja, toen werd je wel onzeker toen je voor GMTV en zo werkte. Zijt je dan ook vaak negatief beoordeeld of kwam je slecht in de pers? Of hoe heeft dat u toen beïnvloed? Ja, ja, dat was absoluut wel. Ik kreeg wel echt soms gewoon op straat lopen en hey, lelijke koe. Zo random, gewoon zo. En dat moeten maar accepteren of slikken. Of dat just happened. Dat gebeurde wel, ja. En hoe dat ik daarmee omging, was ik kreeg daar echt een olifantenvel door, dacht ik. Mm-hmm. Ik dacht dat. Eigenlijk was dat iets wat ik mezelf wijs, maar ik ging er echt tegenin. Ik was een zalm. Hè. Ik ging tegen de stroom in. Dus je antwoordde wel op die vraag? Nee, niet tegen die mensen. Ik verstijfde wel op die moment zelf. Ik kon daar niet op antwoorden, maar ik ging dan wel. Ik ken dat als er iemand iets zegt en je weet niet meteen wat je moet doen. En je komt dan thuis en je denkt: godverdomme, de volgende keer zal ik zeker dat zeggen. Of ik zal dat doen. Of ik zal altijd zo erop. Na ruzie of zo. Of als daarna ligt, het zo nog eens herhalen. En denk van: oké, dat ga ik zeggen. En dit wil ik ook zeggen. En dan was het moment. Dit had ik moeten zeggen. Dit was een goede comeback. Ja. Voilà, exactly. Dat dus. Maar ik ging dan wel. Ik weet nog dat ze mij ooit eens bij een zender hadden gezegd van, ja, als je dat programma wilt gaan doen, moet je wel afvallen. En dan dacht ik, ja, dat ga ik echt niet doen. En dan ga ik wel er tegenin. Dan denk ik net van, what the fuck, jullie zeggen dat ik moet afvallen? Ik ga net tegenovergestelde doen. Mm-hmm. En pas op het moment dat je voor je eigen voelt van, ik wil dit nu voor mezelf, dan komt dat ook vanzelf. En dan is dat ook authentiek en natural, en wat je zelf ook wilt. Maar nee, ik wou me niet aanpassen aan wat mensen vroegen. Maar ik wist ook wel van, oké, ik moet dan een beetje spraakmakend zijn om wel jobs te blijven krijgen. Dus dat ging ik dan ook wel zelf creëren. Ja. Is dat iets waar je wel nu achteraf positief naar terugkijkt? Naar uw tijd bij GMTV? Ja, absoluut. Oh. Ik vond dat een fantastische tijd. Ik wist heel goed wat dat het personage tussen aanhalingstekens was, wat ik daar moest zijn. Ik voelde me echt heel goed in die rol ook. En ik heb er keiveel geleerd. Hè. Ik was een kind in een snoepwinkel. Hè. Je komt toe en er is een make-up artiest en een loge en styling en die stars en gratis festivals en overal nooit met een aanschuiven. En dus dat is super leuk. Ik zie jullie gezichten ook ineens zo. Ah. Ja, bedoel, het is fun, hè. Dat is leuk. Hè. Maar echt, met perspectief over mijn toekomst op die moment nadenken, dat deed ik niet. Ik had gewoon zoiets van, ik squeeze the lemon in lemonade en ik kijk wel wat er daarna komt, totdat ik dan 27 was en dan had ik zoiets van, wacht even, wow. Ik weet dus van mezelf dat ik niet top of the bill ben wat al die talenten hiervoor betreft. Maar wat wil ik dan eigenlijk met mijn leven? Hè? Om een worden geleefd op een bepaald punt en je wordt dan overal toegelaten en iedereen kent u. En dat heeft ook wel een grote kwetsbaarheid in zich. Hè? Want je kunt van de ene dag staan daar en de andere dag, ik denk dat we dat allemaal zien op social media ook, of op media gewoon te koer, wat er daar soms gebeurt, ja, dat kan heel pijnlijk zijn. Dus ik wou echt wel voor mezelf beslissen. En ik heb dan op een bepaald moment, had ik zoiets van, ik voel dat ik mijn hoogtepunt hier bij Jim bereikt heb en dat ik hier niet meer nog veel meer kan doen. En dan heb ik gewoon mijn ontslag gegeven. Want als je niet springt, kun je ook nergens op vallen. Dus ik hou er ook wel van om gewoon het heft in handen te nemen en te kijken van wat wil ik nu eigenlijk gaan doen en dan gewoon risico's nemen. Ja. En je zegt van ja, dat je een typetje speelde bij GMTV. Misschien voor jongere luisteraars die we hebben, wat was je typetje dan?
Wie speelde jij dan? Oh, een typeltje spelen. Ik geloof ook niet in maskers afzetten. Ik denk dat je... Iedereen heeft verschillende maskers. Soms zij de mama en soms zij de zus. Mm. En dan zij de aan het werken. En dan zij de naar school aan het gaan. Dus dat zijn allemaal delen van jezelf. Dus dat was een deel van mij. Dat was niet iets wat ik speelde. Maar ik wist wel heel goed waar dat die omkadering was. En dat was gewoon having fun en een stoute mond. En gewoon tegen de stroom ingaan. Hè? Ja, ja. Zo wat een beetje stout. Spraakmakend. Ja. En een beetje, en dat, ik voelde me daar heel goed in, omdat dat ook leuk is. Ja. Dat is tof als je het gevoel hebt van, oké, ik doe dit hier en everybody accepts it. En mensen zien niet dat er dan, als er ook iets terugkomt, dat mij dat ook raakt. Op die moment had ik dat zelf ook niet door. Dat is ook pas later dat je dan beseft van, oh, wacht even. Eigenlijk heeft dat toch wel impact op mijn diepere zijn, zal ik maar zeggen. Ja, als ik dit doe en als er dan feedback op komt op iets wat ik niet zo leuk vind of zo, dan... Dus, En hoe ben je daar dan achteraf mee omgegaan? Je zegt van, ja, later besef ik dat dan. Ja. Hoe is dat dan tot uiting gekomen? Of? Door daarmee te stoppen. Oké. Door gewoon te zeggen, ze vragen mij nog vaak voor tv. Ik wil echt niks meer doen. Ik heb er geen zin in om dat nog op te pikken. Ik wil enkel dingen doen die nog gelinkt zijn aan Odette. Of op een podium staan waarbij ik weet dat er een publiek is dat ik ook kan zien. Hmm. Okay. Dat vind ik tof. Linkt het ook terug naar... Want je bent ook actrice geweest. Mm-hmm. En in een artikel heb je verteld dat je ook totaal geen rollen meer accepteert nu. Ja. Dat je overlaatst nog eentje hebt gecanceld. Linkt het ook terug naar het feit van... Ik doe dit niet graag. Of, ja. Ik zie het publiek. Maar dat is net het. Ik doe het op zich wel graag, maar ik wil niet meer met die perceptie omgaan. Ik ga nu wel een grote musical doen binnenkort. Omdat ik dat gewoon tof vind om op een podium te staan. En dat ben ik ook altijd blijven doen. Hè. Ik heb vlak voor COVID nog een tour met Gies Winnen gedaan. Ik doe nog heel veel bedrijfspresentaties. Maar tv, waarbij dat je geen voeling hebt met wie dat je audience is, wie dat er kijkt, dat ook iedereen kan zijn. En we zijn daar allemaal schuldig aan. Hè? Als je kijkt naar tv, dat je soms denkt van, oh my god, oh die, of... En it's normal. It's in nature of things. Maar ik wil mezelf niet meer ten grabbel gooien daaraan. Met de komst van social media hoeft dat ook gewoon niet. Je hebt je eigen platform, je kunt je eigen content maken, je kunt je eigen audience gaan creëren, waarbij dat je echt doet wat je zelf wilt doen, of op een podium staan waarbij dat je publiek kunt gevoeld in een zaal waar mensen zijn. Op een wedstrijd waar Kevin misschien moet voetballen, een stadion gevoeld, de energie dat daar zit. Dat is gewoon anders dan wanneer dat je voor een scherm iets staat te doen. Ja, dat klopt wel. Maar je zegt nu, je hebt een musical dat eraan komt, maar is er wel een rol dat je ja op zou zeggen? Dat je denkt van, oh, die rol... Ja, het is eerder misschien rollen waar ik nee op zou zeggen. Ik weet nog dat ik ben begonnen met een van de eerste dingen die ik gedaan heb, was Louis-Louise. Ja. En dan was ik echt zo de bitch, de bimbo bitch. En ik weet nog dat ik mijn allereerste auto-ongeluk had. En het klinkt alsof ik er keiveel heb gehad. Ja, maar bij ons moet je niet schamen. Bij ons moet je niet schamen. Maar dus ik mijn eerste auto-ongeluk had en dat meisje stapte uit. Ik reed in haar gat en ze stapte uit en die belt naar haar papa en die zo, die boze Nathalie is tegen mijn auto gereden. Maar dat was mijn personage dat ik toen speelde in Louis-Louise. Dus zo van die bitch, ik moet nu wel zeggen, in die musical dat ik nu ga doen, ben ik ook een bitch, maar... Dus je houdt de perceptie wel een beetje. Ja, voilà. Maar laten we hopen dat het in real life toch anders is, hè. Maar dat het enkel on stage zo is. Maar als je man u nu een rol zou aanbieden, zou je dan wel overwegen die rol te doen? Of nog steeds liever? Ja, hij lacht daar altijd zo aan mee. Hij zegt altijd van, ik wil je zo graag een rol geven. Ik zeg, nee, ik wil dat echt niet. En dan van een heel lief meisje. Ja, dat bedoel ik wel. Nee, ik wil dat echt niet. Ook omdat dan gaan ze zo weer zeggen van, kijk daar, ze is met een man en ze moet meespelen in zijn film. Dat is zijn ding. En het feit gewoon dat ik oprecht geloof dat hij dat zou willen, dat hij mij dat echt laat voelen van, nee, ik zou dat echt tof vinden, dat is voor mij voldoende. Dan denk ik, dat is gewoon, at least you believe in me. Dat is het enige wat er eigenlijk echt doet. Zo. Ja. Misschien om even kort te schetsen, hè, want voor de mensen, waarschijnlijk iedereen weet het wel, maar je bent dus samen met Michael Roskamp, een bekende regisseur. Ook uit Limburg, ja. Ook uit Limburg. Uit Sint-Truiden, ja. Je hebt het dialect al helemaal onder de Ja, met een vernoot komt het Bree. Dus ik heb een, there is een Limburg connection. Bree is wel nog wat erger, denk ik. Lisa kan iets heel moois, een Brees plan.
plat zeggen. Ja, heb ik geleerd. Wacht. Schoenbeen voor onder een keu. Ja. Dus schoenbeen voor onder een kont. Nee. Oh. 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 Zeg, maar, sorry. Dat betekent ook. Ja. Wat betekent het nu? Als een meisje hele dikke benen heeft, dan zeggen die platte boeren zo. Schoon been voor onder een kooi. Voor ze zeggen van schoon benen, maar voor onder een koe en niet voor onder een meisje. Oh. Heel gemeen, heel vuil ook. Maar dat is dus het enige wat leren wij kennen. Leren mijn gemene dingen. Ja. 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 Maar ze doen het wel met humor, die Limburgers. Ja. Dat vind ik wel. We hebben nu ook een winkel in Maasmechelen Village. Waarschijnlijk ga ik alle andere klanten die luisteren tegen de borst zotten, maar daar zijn ze echt het liefst. Ja, daar zijn ze echt het leukst. En zo, ja, zo echt geïnteresseerd. Zo. En ondersteunend. Ja. Ik hou wel echt van Limburgers. Ja. Dan zit je goed. Ja. Je zegt dan, dat is je man. Ja. Je bent getrouwd. En we hebben dan ook gelezen dat je een beetje stiekem bent getrouwd. Ja. En misschien ook voor een paar formele redenen, zoals COVID. Hè, anders kon Amerika niet binnen. Maar je bent natuurlijk ook getrouwd omdat jullie verliefd zijn. Dat is de allereerste beweegreden, inderdaad. Maar kunt je misschien een beetje meer vertellen over hoe dat in zijn gang is gegaan? Wat had je aan? Hij moest naar New Orleans voor een nieuwe Apple TV-reeks te gaan filmen, die nu net uit is trouwens, met Taron Egerton en Ray Liotta. En hoe noemt hij? Blackbird. En het gaat over een serie, serial confessor. Dus iemand die misdaden, dus moorden, confessed, maar eigenlijk ze misschien niet gedaan heeft, of misschien wel. Het is super interessant. In een zesdelige minireeks op Apple. En hij moest 8 maanden naar New Orleans. We waren net samen. Dus hij zegt, liefkind, ik heb dan gevraagd aan Apple of dat mijn fiancé mee mocht. Ik zeg, fiancé? Ik zeg, ik weet van niks. En hij zegt, maar enkel de legal spouse mag mee. Ik zeg, spouse, was dat? Nee, dus de legal wife mag mee. En ze zei van, dan zullen we maar moeten trouwen. Ik zeg, dan zullen we maar moeten trouwen. En zo, it was sad. It was out there. En hoe lang waren jullie samen toen? We waren toen, ik denk, 1.5 maanden samen. Cool! Oh my god. Just do it. Ja, cool. Zo sprong in het diep. Ja, maar weet je bent ook geen 24 niet meer. Nee. Je bent 34, toen ook 33. En je voelt wel op een bepaald moment van, ofwel zie je, the love was there. Je voelt dat gewoon. Ken jij hem al lang? Nee, eigenlijk niet. Nee. We waren echt, hij was op zijn bril gaan zitten en hij had een nieuwe bril nodig. Op zijn bril was gezet. Ja, hij zegt altijd, ik ging kijken voor een bril en ik kwam thuis met een vrouw. Dus ik zei, dat is maar voor one happy customer. it's not a guaranteed service of zo. Ze weet allemaal mannen. Ja, nee, dank u. Met een bril gaan zitten. I'm taken. En eens dat je dat dan ook gezegd hebt, van dan zullen we maar trouwen. En er komt dan een van de twee daarop terug. Ja, dan is het alsof je niet gelooft in die relatie. Dus we hadden ook allebei zoiets van en allebei nog nooit getrouwd geweest. Dus het is niet dat er al een huwelijk was geweest of zo. En we dachten van, laten we dat gewoon doen. En dan zijn we in Dardenne zijn we getrouwd. In de sneeuw. Wow. Dus het was, er was wit, maar mijn kleed was niet in het wit. Ik had eigenlijk iets aan, maar dat ik al heel lang had. Een Christian Wijnands broek en topje. Een blauwe broek met witte bolletjes op en een zwart topje met zo'n lange mouw en dicht van boven. Want het was putteke winter en een volledig open rug. En alleen hij was erbij en zijn zoon. Dat is wel lief. Echt zo super intimate. Yeah. Ja, en it was all about love. So, het was echt... En Elliotje had dan speciaal een handtekening uitgevonden om natuurlijk de huwelijksregister te kunnen tekenen als getuige. Maar we gaan nog wel een groot feest doen ook. Dit was zo echt de core en echt naar de puurheid van heel het gegeven. Maar het groot feest komt er nog. En dan zal ik wel in het wit zijn. En dan zal ik ook meer dan één jurk hebben. Tegenwoordig geloven niet zo heel veel mensen meer in het huwelijk. Hoe stond jij daar tegenover dan? Toen die vraag eerst kwam, geloofde jij echt natuurlijk? Wou je dat? We zijn allemaal meisjes. We zijn vrouwen, maar we zijn ergens ook wel meisjes. Dus ik denk dat we wel geïndoctrineerd zijn met het prinsessengegeven als je klein bent. Van zelf prinsessenjurken aandoen. En dus eerder dan in het huwelijk geloofde ik in de jurk. Eigenlijk. Ik kijk ook echt uit naar het feest eigenlijk. Ja, en het feest en het gebeuren. En de hele...
atmosfeer die daar rond het feest, niet rond het instituut huwelijk, maar wel rond zo het trouwen op zich en het feest, dat wel. Maar ik moet wel zeggen dat het wel een blessing is geweest om te trouwen, want ik ben uiteindelijk dan een maand en een half mee geweest en dan teruggekomen naar België, voor altijd uiteraard. Ik was daar ook wel aan het werken. Stond erop om 5 uur 's ochtends en dan begon mijn dag meteen. Dan was het hier 12 uur 's middags en dan door tot 6 uur met meetings en digitale. Gelukkig was het, tussen aanhalingstekens, gelukkig was het COVID. Uiteraard niet gelukkig, maar kon ik wel op die manier werken met Zooms en alle toestanden die nu gangbaar zijn, gelukkig. Maar dan, dan teruggekomen en dan waren de grenzen echt dicht. Dus je mocht niet meer binnen in Amerika. Alles was echt... Zelf al stond ik mee op de visum van mijn man. Ik mocht gewoon niet meer binnen. Dus dan hebben we elkaar, denk ik, 2 maanden niet gezien. En de manier waarop dat er dan een commitment is, omdat je... Ja, nee, geen commitment, maar een rust is. Omdat je weet van... We hebben gekozen. Je moet niet bezig zijn met... Ja, oké, en die zit dan daar en al die actrices en al die feestjes. Dat is ook normaal in het begin van een relatie wel. Ja, in het begin en dat is ook normaal. Maar het blind getrouwd gegeven eigenlijk... Dan, ik heb hem wel een bril gegeven, maar toch was het ergens blind getrouwd. Dat gaf wel een gigantische rust en een heel toffe veiligheid. Waardoor dat er direct... En je kiest ook veel meer samen. Want je kende elkaar, we zijn uiteindelijk waren we 3 maanden samen als we dan getrouwd zijn, maar je kende elkaar nog niet na 3 maanden. Zoals dat je elkaar kent, als je meestal, wanneer dat getrouwd, ik weet niet hoe lang dat jullie samen waren. Of dat, wij waren 3 jaar samen voor we getrouwd waren. Voilà, dan kende elkaar wel op een andere manier dan wanneer je 3 maanden samen bent. Maar je kiest wel om je meer aan te passen, omdat je zoiets hebt van, ik moet niet meer strijden met je. We chose. Ja. Dus je gaat sneller zo... mee in wat de ander ook wel nodig heeft en wilt. En dat is eigenlijk wel tof, vind ik. Ja, ja, klopt ook. Ik heb nu ook ik heb een relatie nu met een... Congratulations. Thank you. Al lang? Nee, ook eigenlijk 1,5 maand. Dus ik vraag ook wel een ring binnenkort. maar hij is ook 8 jaar ouder. Ja. En ik weet, Michel is ook... Michel is 15 jaar ouder. Hoe bevalt u dat? Merk je veel verschil in de tijden van jongere mannen of oudere mannen? Ik ben altijd wel al meer geïnteresseerd geweest in oudere mannen, omdat die misschien voor verschillende redenen. Een van de redenen is dat die misschien niet meer de noodzaak voelen om rond te kijken, dat je er meer rust of zo in zit, omdat je zoiets hebt van... Je hebt al een jongere vrouw. Je moet niet meer kijken naar al die jongere meekjes die you already have. En omdat ik ook al ben beginnen werken voor televisie als ik 20 was, denk ik, of 19. Oh. Ja, heel jong. Dus ik ben ook zowel volwassen geworden op televisie. Of niet volwassen geworden. It's how you want to see it, whatever. Maar ja, daardoor ben ik heel snel of... dat is misschien ook iets, Michel, wat jij wel kent. In één keer verandert je leven doordat je ergens in een wereld terechtkomt die gewoon anders is. En niet iedereen, of eigenlijk niemand die niet in die wereld zit, begrijpt dat echt. En dat is ook niet erg. Dat is niet dat je beter of minder goed of whatsoever. Dat heeft daar niks mee te maken, maar het is gewoon anders. Dus je moet wel sneller volwassen worden op een bepaalde manier of ja, en ik was ook altijd al zelfstandige van heel jong gezegd. Wij hebben de mening van familie en vrienden, maar jij hebt meningen van iedereen die je ziet op tv. Het is gewoon anders en je moet daar wel mee kunnen omgaan. Dus gastjes van mijn leeftijd en mannen zijn sowieso een beetje achterop. Dat wou ik niet zeggen. Voilà. dat is toch wel net iets fijner om met iemand samen te zijn die wat meer maturiteit ook heeft. En ja, ik vind het fantastisch om met een iets oudere man... En je gaat u altijd jong voelen. Ja, dat is zo. Je gaat u altijd jong voelen. Ik ga mij altijd... Dus ook daarom vind ik het altijd niet erg om 34. Altijd 34. En Lisa, voor u, hoe bevalt u dat sinds 1,5 maand? Ja. Met uw ouwe. Ja, ik vind het heel... hoe zeg je dat? Peace of mind. Verademend. Als verademend, ja. Als in...
zo'n gentleman. Ja. Zo, je hoeft er niet naar te vragen, want die doet het al. Snap je? Hij pakt u niet mee op eten, want hij heeft de reservatie al gemaakt. Snap je dat zijn? En de mannetjes nice, van mijn leeftijd, en met alle respect, naar 26 jaar. Maar allee, die zitten misschien nog in de kroeg of in de studentenclub, ik weet niet waar. Ja. Dus ik ben wel heel blij met mijn keuze. Tot nu toe. Zo. Kevin is bijvoorbeeld 5 jaar ouder, maar wat is dan het grote verschil, vinden jullie dan, met een groter leeftijdsverschil aan jonge mannen? Oh, dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb ik denk inderdaad wat je ook zegt. Zo het meer gentleman zijn, het meer committen, geen bindingsangst. Ja. Niet zo van, kies ik nu voor haar of kies ik nu voor haar? Of wat wil ik nu? Of wie ben ik? Of waar wil ik naartoe? Of, geen profileringsdrang meer, want die hebben zich al geprofileerd. En dat heeft natuurlijk, dat heeft Kevin uiteraard ook. Hè. Dat is ook een andere slag uiteraard. Hè. Dat is gewoon anders. Dus ik vind dat super aangenaam. Dat is rustiger. Ja. Vrijer. Zo geen gedoe. Ik weet niet dat jullie een relatie hebben. Ja. Ik niet. Nee. Malie, get yourself a daddy. Ik ben aan het noteren. Hè, Maar wel heel belangrijk daarin ook. Hè, want je zegt bewust daddy en niet sugar daddy. Ja, ik vind wel, zeker ook als je naast een oude man staat, is het net ook leuk. Van, die geeft je ook, die kan misschien zo wel wat voor je zorgen, op een goede manier. Maar je ook wel pushen om net nog veel meer je vleugels uit te slagen. Omdat je niet... Je moet niet in die strijd gaan met, het is anders. Gewoon. Maar is dat zo of blijven mannen mannen? Mannen blijven wel altijd mannen. Ik wil niet... Girlfriend, rommel overal, echt waar. Maar het ding is dan ook wel, als ik met een andere man zou gaan, en dat heb jij ook bijvoorbeeld, het is vaak dat die al kinderen hebben. Ja. Dus dat is iets waar je denk ik voor moet openstaan. Ja. Hoe is dat bij u? Is dat... Ik vind dat... Ja, Elliot is een fantastische jonge kerel die het heel leuk vindt. Ook een heel goede match mee hebt. Natuurlijk, het leeftijdsverschil met hem is minder groot. Nee. Niet minder groot dan met mijn man, hè. Dat niet, maar ik bedoel, er is wel... Ik ben wel connected met een kerel van 12 jaar. 12. Ja. En het is ook een hele lieve, super emotioneel intelligente gast. Een heel tof kind. En een heel goed contact ook met de mama. Okay, en met haar nieuwe vriend. Ja. Die waren hun huis aan het verbouwen en die logeerden dan gewoon in ons huis. Echt wel tof. Dat is heel veel must be nice. Ja, maar dat is ook het ding. Er zijn zo geen geschreven of ongeschreven regels over nieuwe samengestelde gezinnen. Vroeger was dat gewoon niet echt. Dus je voelt heel hard zo van, hoe moeten we daarmee omgaan? Hoe ver of hoe dicht kan dat komen? Wat is er wel oké, wat niet? Alles wat je voelt, is oké. Alle ruimte die je wilt pakken daarin, is oké, denk ik. En je moet gewoon als personen met elkaar omgaan. En er is helemaal geen... Zij heeft ook een nieuwe vriend al heel lang, die trouwens ook 14 jaar jonger is dan zij. Dus, dus als we dan samen zijn, dan ben ik met Laurens aan het chillen en dan alleen met Michael. Dat ging ook heel goed en dat was heel open, waardoor ik me direct ook veilig kon voelen. Het gaat over veiligheid. En daarvoor moet eerst je relatie goed zitten, zodat je je echt veilig kunt voelen. Voilà. En dan zijn we ook veilig bij de... Bij de andere. Dan kan eigenlijk niks doen nog. Als je weet dat je relatie goed is, de kern, dan dat is waar. Zou je zelf nog kinderen willen? Goh, ik heb een heel druk... Mijn baby, of mijn kind is mijn bedrijf, is Odette. Ook shit, maar wel zonder pampers. Ja. Ik geef daar al mijn focus nu aan. Ik weet het eigenlijk nog niet. Waarschijnlijk wel, of ik heb nog tijd. Ik ben nog maar 34. Dat komt in de running joke en heel dit gebeuren. Maar... ik wil alleen maar een kind, dat weet ik wel heel zeker, op het moment dat ik weet dat ik mijn bedrijf daar klaar voor zou zijn en dat ik een even goede mama voor mijn bedrijf kan zijn als voor mijn kind. Ik wil geen persoonlijk geen kind op de wereld zetten om dat dan door iemand anders te laten opvoeden. Dat is niet... Nee. En with all due respect voor mensen dat wel doen, whatever anybody wants, maar... Ik ben al zo lang aan het werken. Ik ben al sinds mijn 19, 20 aan het werken. Dus ik weet ook van, als ik dan een kind wil, zal dat een volgende stap zijn waarbij ik bewust kies om daar mijn tijd aan te spenderen. Waarom ik dat ook nu nog niet doe. Ja. Als dat Melie lag, zou ze na twee maandjes kindjes maken. Wil jij kindjes, ik wil ooit kinderen. Maar vroeger dacht ik altijd, als ik 25 ben, dan ben ik getrouwd, heb ik kinderen. En nu ben ik 27.
En ik heb dat niet, wat ik niet erg vind uiteindelijk. Ja. Want ik ben blij dat ik nog zo lang van mijn jeugd heb kunnen genieten. Maar moest ik nu een vaste relatie hebben, zou ik op deze leeftijd wel aan kinderen begonnen zijn. Wel, het is niet dat ik er nu zo naar crave of zo. Maar... Nee, maar als het juist... Omdat het ook bij een plaatje komt, toch? Ja. Het komt bij het plaatje van, dan heb ik ook waarschijnlijk de man die ik graag voilà, alles moet wel goed zitten. Voilà, als dat plaatje klopt, is dat fantastisch. Hè? Nee. Maar dan moeten we ook nog wel een beetje feesten samen. Dat is ook leuk. Ja, ik denk dat je nooit voor 100% zeker kunt weten of je er klaar voor bent. Dat denk ik ook want wel. Want tot de dag voor ik begon met mijn eerste zoontje, wist ik nog niet als ik er effectief klaar voor was. Mm. Maar ook wel intens, echt. Want all due respect voor mensen die kinderen opvoeden, hè, en daar zijn voor die kinderen. Ja. En dat is zo'n heftige job, lijkt me. Het is altijd vroeg opstaan, altijd uur. Klopt wel. Ja, ik ben er nog steeds niet uit, de beginnersjaren. Maar ik kijk er wel naar uit tegen dat ze gaan slapen, dat vooral. Ja. Maar ze zijn nog klein, hè? Ja, allemaal onder 6 nu. Dus 306. Op dit moment is pittig. Maar jullie, we zijn beide samen met mannen die ook veel weg zijn voor hun werk natuurlijk. Hoe gaat jij daarmee om? Hoe ga ik daarmee om met dat mijn man veel weg is voor zijn werk? Eigenlijk moet ik toegeven dat hij mij altijd wel, net zoals bij u denk ik, mee wilt nemen. Dus dan denk ik van... Dat is bij mij niet mogelijk. Alleen, ga eens mee met de match. Volgende keer ga ik mee shotten. Ja, maar I don't need to be on the field. Maar ik denk wel, bij Michael zijn projecten zijn ook projecten die dan langer duren. 6 maanden New York of 8 maanden New Orleans. Oh, yeah. En nu wilt hem ook trouwens projecten doen hier, omdat hij hier wilt zijn voor bij zijn zoon ook te kunnen zijn. En het is co-ouderschap, dus dat we ook gewoon altijd hier zijn. Maar als hij weg moet, dan zal ik meegaan. Dat wel. Ja. En van daaruit mijn bedrijf dan wel runnen met meetings om 3, 4 of 5 uur 's ochtends. Dat hoort erbij. Dat is mijn baby. Voilà. It's part of the deal. En dan daarna gewoon wel kijken van... hoe vaak kom ik dan terug of zo. Maar ik denk dat wel... Maar bij u is dat niet mogelijk. Hoe gaat jij daar eigenlijk mee om? Vind je het leuk? Ik ben eraan gewoon. Ik ben er altijd in geweest. En vroeger was dat 1 match per week toen we in Duitsland waren. En nu in Engeland is dat 2 per week. Dus ik heb dus praktisch 4 dagen per week wel weg. Ja. En elke dag training. Dus ik ken het niet anders dan dit. Ja. Dus voor mij zou dat bijvoorbeeld goed zijn, want ik zou ook niet te veel kunnen samen zijn. Ik ben ook ik zo, heb dat dus voor mij is dat een goede balans. Love being together. Ik echt ook. Waar, ik kan dat zou niet, dat zou niet voor niks voor mij zijn. Ik vind dat wel toch geen 24/7. Zo. Nee, dat kan niet. Je moet je eigen dingen hebben, maar zo liefst elke avond samen slapen en kunnen knuffelen voor je gaat slapen of 's ochtends wakker worden. Dat is voor mij... I agree. En ook, stels, ik vind het niks leuker dan gewoon in de auto te zitten, waar we ergens naartoe moeten. Hij rijdt en ik kan mijn mailtjes doen in de auto, wat bellen. Maar ik vind, of samen in huis zijn en hij is bezig, ik ben bezig. Ik vind dat wel tof, eigenlijk. Ik hou er wel van om heel veel... Ik ben wel eenkennig, wat dat betreft. Oh. Ik vind dat wel tof om veel tijd samen te... En hij ook, eigenlijk. Dus daarin zijn we gelukkig een match. Dus dat is wel Zeg je misschien om op je kindje terug te komen, hè? Odette Lunet. Ja. Zij is daar 7 jaar geleden begonnen, denk ik. Ja, van waar het idee? Ik was dus aan het presenteren op gym en ik kon in één keer die autocue niet meer lezen. Ik was altijd zo met mijn ogen aan het pinken van ik kan niet meer lezen wat er staat en ik kan niet tegen lenzen. Dus ik moest een bril beginnen dragen, want anders kon ik gewoon niet meer deftig presenteren of mijn ding doen, wat er dus verwacht werd. En ik had zoiets van, er is geen enkele jonge vrouw op tv die een bril draagt. Niemand. Hij gaat dan wel zo Marcel van Tilt of Ina de Valler. Of Frida van Wijk, with all due respect. Fantastische, straffe madame. Maar qua fashion-icoon ook niet echt waar ik naar op zoek was. Dus ik dacht, ik moet daar dan maar mijn USP van maken. Echt mijn ding. Mm-hmm. Waarvan dat mensen dan weten van, oké, wie is dat? Diegene met die brillen? Zo dat. Yeah. En ik had dan ineens verschillende brillen gekocht. Maar allemaal wel van dure merken. En er kwam zoveel vraag binnen bij Bob, mijn venoot, die toen eindredactie deed bij Jim. En die zei van, dat is waanzinnig gewoon. Er komen zoveel mails binnen van, waar zijn uw brillen? En ik vond dat ook gênant om dan te zeggen van, ja, dat is een bril van dat merk van €800 voor het montuur. Ik had zoiets van, dat hoeft niet. Dat is ook niet nodig. Waarom kunnen we niet... Ja. Als er dan toch een gat in de markt is, een tof, hip, betaalbaar merk op de markt brengen, waar dat niet alleen maar om het product op zich gaat, maar ook om heel het ding rond van fashionable en draagbaar en de community van je sexy voelen. Want dat is ook wel, je wilt je sexy voelen met je brillen. Mm-hmm. En allee, je hebt een bloeiende onderneming. Hoeveel uur tijd per week steek je daar ongeveer in?
Hoeveel uren zijn er in een week? Dus 365, denk ik. Zoiets. eigenlijk gewoon echt de hele dag totdat je gaat slapen. Ja, maar 365 is veel te veel. Ik heb me misrekend, denk ik. Maar in elk geval... 168. 168. Nu lijken we allemaal heel stom. Ik wist dat er iets bij 68 was. 168 uur. Dank je wel voor de correction. Dat knippen we er even uit. Nee. 168 uur in een week. Van 's ochtends tot 's avonds. En natuurlijk is dat niet... dit is er ook mee bezig zijn, snap je? Dit is ook ergens nieuwe mensen leren kennen waar ik iets kan vertellen over de brillen. I always practice what I preach and I preach what I practice als het over al dat gaat. Ja. En hoe groot is uw team? Een ruwe schatting? Ja, we hebben 25 mensen in dienst. En dan nog eens een even groot aantal vaste freelancers. 12 agenten nu in 8 landen hebben we agenten nu op de baan. We zitten in 16 landen. We hebben een 400-tal opticiens die ons verdelen. En in 16 landen. En dan 4 eigen winkels nu. Verdien een applaus. Ik wil een applaus. Dank je. Daarnet toen je aankwam, zeiden we dat je vanuit een winkel kwam. Ja. Dus je staat effectief zelf ook nog in de winkels. Ja, heel vaak. Ik sta heel vaak zelf in de winkels. Dat is cool. Ja, vorig weekend heb ik heel het weekend in Knokke gestaan. Het weekend daarvoor heb ik heel het weekend in Maasmechelen Village gestaan. Morgen sta ik in de winkel in Antwerpen. Dus ik probeer elk weekend wel in de winkels te staan. En dan voor de rest ben ik ook nog wel... uiteraard, ons kantoor is in Antwerpen, maar probeer ik 1 keer per week toch wel ook in alle winkels eens te passeren. Ja. Die van Antwerpen is zo mooi. Echt, ja. Ik kom daar heel vaak voorbij en dan denk, oh my god, zo mooi. Echt de building, echt... Ja, dus it's a very nice building. It's true. Dank u wel, dat is kei lief. Altijd welkom om binnen te komen, want we geven iedereen een glasje kava. I'm there. Dus welkom voor nieuwe visie en drinks. Misschien een hele stoute vraag, maar panden op de Meer zijn toch super duur. Ja. En je hebt dan zo'n mooi pand. Kunt je een price range geven? Ik vraag me eigenlijk af, want ik heb zo'n artikel gelezen dat River Island wegging. Ja. En dat was een heel grote kop van, ja, wie neemt het pand over? Dat was dan echt 100k per maand aan huur. Is dat in die range van? Of is dat... Maar dat is ook het ding, hè. Een goede ondernemer is een ondernemer die dan een hustler is en die dat weet. Die dingen kan verwezenlijken die dat een ander niet kan verwezenlijken. So I keep my business... secrets. Yeah. I keep my business secrets private. Opportuniteiten zoek even. Vaak zeggen we, durven Belgen ook niet dromen. Die op voorhand al gaan die zeggen, weet je, dat gaat mij nooit niet lukken om zo'n pand op de Meer, want dat is veel te duur en dat gaat niet lukken. En dan denk ik van, ja, als er misschien een mogelijkheid is waar je een win-win kunt creëren, waarbij dat pand ingevuld is en waarbij dat je toffe visibiliteit kunt genereren. En het is leuk voor u, en het is leuk voor de Meer, en het is leuk voor de Belgische brands, gewoon te koer. Bijvoorbeeld, we werken ook met Oswald Boateng, dat is de vorige hoofddesigner van Givenchy. Die heeft onze brillen gebruikt bij zijn 2 laatste fashion shows. Eén in New York, zijn voorlaatste collectie, en zijn laatste in Londen. En ik kwam dan een van zijn designers tegen die zei van, ja, we hebben eigenlijk geen accessories en brillen zijn keileuk. Want ik kwam die toevallig tegen met een bril van mij en zegt, maar je hebt een toffe bril. Ik zeg, ja, dat is van mijn eigen merk. I practice what you preach. Preach what you practice. En die zei van, ja, we hebben eigenlijk nog geen accessories, maar het is eigenlijk al volgende week, dus dat gaat niet lukken. Waarschijnlijk ook met iets van, ja, bom, ik zeg dat nu wel, maar ik zeg... Hold your horses. Ik boek direct de vlucht. Ik ga met 150 brillen onder de arm naar daar. En ik zorg dat daar dan ook ligt. En veel mensen denken dan van, ja, maar wat gaan we een return on investment zijn? Gaat dat wel lukken? En it was fabulous. En Naomi Campbell was daar. En Jamie Foxx heeft ons brillen gedragen. En Martijn Solvay draagt ondertussen ons brillen. Dua Lipa heeft brillen van ons. En dat is gewoon omdat je gelooft in jezelf en die extra mile gaat. En als je het niet doet, gaat het ook niet gebeuren gewoon. Dus gewoon wel geloven in dat je het verschil kunt maken. En 1 + 1 moet 11 zijn, hè. Voilà. Cool. Maar je brillen zijn ook echt allesbehalve saai. Ze zijn toch super uitgesproken designs. Mm-hmm. Reflecteert dat ook een beetje in je eigen stijl?
Ik vind dat wij zijn geen designermerk, vind ik. Wij zijn een fashionmerk. Een designermerk, dat is een Balenciaga. Maar dan heb ik niet over brillen, want dus bij brillen is dat nog anders. Ik vind dat niet Balenciaga of zo echt een designer brillenmerk is. Maar de independent labels, zoals een Theo bijvoorbeeld, of een Anne Valentin, of een Dita, dat zijn echt labels die enkel en alleen brillen doen. En die echt een main focus is design en dat detailje en dit sfeerje en dat moet zo en zo en dat. En heel speciaal ook zo. Dat zijn vaak voor mij de brillen die binnenkomen met iemand en niet iemand die binnenkomt met een bril. Mm-hmm. En dat willen wij niet zijn. Ik vind dat een bril moet een added value zijn, moet een meerwaarde geven aan iemand. Maar het moet niet zo zijn dat je enkel omdraait omdat je een bril ziet die daar ergens op staat, namelijk op een persoon. Het moet zo zijn dat je hebt nu super toffe oranje schoenen aan, dat je dan een tof oranje brilletje, maar niet alle aandacht mag alleen maar gaan naar die bril. Het moet gaan naar jij. Een bril moet uitstralen wie dat je bent en moet passen bij je gezicht. Dat is voor mij het allerbelangrijkste. Het moet een meerwaarde zijn, maar het mag niet met alle aandacht gaan lopen, want dan zijn ze ook gefaald. Dan gaat het over de bril en niet over die persoon. Klopt. Inderdaad. We doen eigenlijk ook nog een rubriekje met al onze gasten. En dan doen we breakdown the outfit. Dus dat wil zeggen dat je eigenlijk van je schoenen tot aan je bril, misschien zelfs niet meer te zeggen welk merk, maar al de rest. Ik heb wel niet veel aan vandaag eigenlijk. Dus, dat is wel heel mooi. Dus misschien zeggen van welk merk en beetje is van op die manier. Mijn schoenen zijn van, en dat vind ik eigenlijk wel heel erg om toe te geven, want ik had nu onlangs onze Tombone release in Antwerpen. Ik had een pakje aan waar dat iets met goud was en een dag op voorhand had ik zoiets van, ik heb geen gouden schoenen, dus ik moet even online gaan kijken, maar ik wil absoluut Belgische dingen dragen. En dan heb ik online gekeken bij een Belgisch schoenenmerk voor een gouden pump. Er stond dan één gouden pump waar ik uit kon kiezen. Niet meer leverbaar in mijn maat. En als je dat dan bestelt, 14 dagen later in bij je thuis, dacht van, ik zal dan maar naar de multibrand store dingen kijken. Also, we all know what kind of brands we're talking about. Dus ik typ dat in, gouden pump, 350 soorten, brede fit, wide fit, small fit, veters, tiretten, whatever you want, hoge hak, lage hak, en dan €20 voor een paar en morgen geleverd. Ja, how can you compete ook wel? Dus dat is wel... Dat is waar. Dus daarom een oproep om dat niet te doen en naar de independent eco-Belgisch labels te gaan. Maar dit zijn dus wel... ik heb ook die dure gekocht, hè? Die Belgische gekocht. Maar ik had ze niet de dag daarna, ze waren niet op tijd. En deze zijn gewoon van een website, zal ik maar zeggen. Ja. Dus niet van een brand. En mijn kleedje is van Zadig & Voltaire. Nice. Oh, leuk. En de juwelen misschien? Mijn juwelen zijn van Van Esser. Die hebben Narcis Van Esser, die designt eigenlijk al zijn juwelen zelf. Zijn hele goede vrienden van mij. Hij heeft ook cuffs gemaakt. Oh, earcuffs. Nice. Ja, je hebt veel opbellen dat ik zag achter je haar. Ja, ik heb altijd earcuffs aan. Ik doe meestal ook mijn haar vast. Ik had gewoon zoiets van, vandaag doe ik iets... Ik weet niet wat wild. Iets anders. Maar ik vind als je een bril draagt, ik hou wel van druk bezette oren. Maar dan liefst zo... Gewoon de schelp en niet iets lang wat eraan komt. Dat gaat zo in conflict, vind ik, met een oorbel. Dus ik heb op maat gemaakte earcuffs aan en hele toffe juwelen. En ze hebben ook hele toffe ringen. En ze hebben ook eigenlijk mijn geboortebandje gemaakt. In de zin van, dat is de O van Odette. De O van Odette. Van mijn babytje. Die heb ik voor mijn 30ste verjaardag gekregen. Ja. En dan ook een trouwring die zij ook hebben gemaakt. En de verlovingsring. Weet ik niet waar dat Michel die gekocht heeft. En dit is van mijn... heeft mijn papa gekregen van mijn mama. Dat was zijn pushgift. Zeer modern family. Dus mijn mama is ook een cadeautje voor hem als wij geboren zijn. Maar ik ben een tweeling. Hè? Dus, Het is een tweeling? Ja. Dat wist ik helemaal niet. Ja, ik heb een tweelingbroer. Ja. Ah, een broer? Ja. Maar jullie lijken niet... Nee, niet zo heel erg eigenlijk. Wij lijken niet zo heel erg op elkaar. Maar het is wel een heerlijke, toffe man. Okay. Uh-huh. Maar eventjes terug te komen op uw fashion. Jij zoekt... Of uw go-to brands zijn wel altijd de Belgische brands die jij opzoekt. Ja, ik draag eigenlijk meestal Belgische dingen. Ja, natuurlijk lukt dat niet altijd. Hè. Maar je hebt echt wel super toffe... Wat is uw favorite Belgium? Ik vind
om echt zo during the day en easy going. I love color also, by the way. Vind ik Essentiel een hele, een hele toffe brand. Ja. Die echt wel toffe stuks hebben. Die je ook niet overal zomaar ziet of zo. Dus, maar toch hebben die overal winkels. Dus die doen, hun brand awareness is genius. En dan Christian Wijnands vind ik ook een toffer. En Toos Franke. Is ook een Belgische brand. En wat zij doet... Dat vind ik dat alle brands zouden moeten gaan doen. Ik denk dat COVID ons dat zou moeten geleerd hebben. Ik heb ook nog een kledinglijn gehad samen met Zep. Maar dat was een kostuum. Ja, als ja. Het niet fout is. Ja, van tweede brand. En ik ben een tweeling, dus deu. Ik kwam een beetje daar. En Frans woord, omdat Odette Lunette dan ook Frans is. Maar we hebben 5 collecties uitgebracht, waarvan 3 tijdens COVID. Ja, en als de insteek van de brand businesswear for women is, en al een business is gesloten, en er zijn geen feestjes niet meer, dan was dat niet de... Dat was gewoon heel moeilijk om dat gefixt te krijgen. Maar dan ben ik ook heel hard met mijn kledij en mijn materialen en mijn stoffen bezig geweest. En ja, heel veel brands gebruiken viscose of recycled cotton. Maar als dan die... Ik breng natuurlijk 2 keer per jaar een nieuwe collectie uit. Dus als je dan natuurlijk in de solde zit, alles komt binnen, januari zal ik maar zeggen. Ja, en in april, mei, begint alles al stilletjes aan klaargezet te worden voor de solde. En dan tegen de solde gaat dat dan -70%. En hetgeen wat er nog overschiet, dat smijt ze op de brandstapel. En zo gebeurt het echt, hè. Mm-hmm. En dan denk ik, waarom wilt je label gebruiken voor recycled en duurzame materialen als je dat eigenlijk... niet op de juiste manier zo gebruikt. Dus ik vind, solden zijn een concept. Black Friday is een concept van die een dag tot die een dag heb jij korting. En een dag daarna liggen al die producten aan de prijs dat ze ervoor stonden. Die zijn niet minder waard. Er is niet minder hard aan gewerkt. Die kwaliteit is niet in één keer minder. Dus, en Toos Franke implementeert dat ook in haar bedrijf. Dus die heeft echt allemaal limited edition stuks. In de zin van, die produceert en op is op. Ja. Als het op is, is het op. En dan, dat creëert ook een meer vraag dan aanbod, waardoor dat je eigenlijk op die manier ook weer leuke marketing hebt voor... Je brand is marketing op zich. En dat vind ik echt wel the way to go. Ik hoop dat meer brands op die manier gaan hopelijk. Je zei daar juist, hè, want er zijn sommige mensen alleen aan het luisteren, zeggen van... Ik heb niet veel aanzeggen vandaag. Toen zei je vroeger, breakdown die avond. Oké, ik heb wel ook... Maar het valt heel goed mee. Ik wil maar zeggen, qua aantal stuks. Voilà. Niet qua aantal stof of zo. Nee, maar ik had dan een paar keer een artikel gezien van... Oh ja, Eline gaat in een uitdagende outfit naar daar. Ja. Of een gewaagde outfit. Vind je dat van jezelf, dat je gewaagd kleedt? Totaal niet. Ik kleed mij zoals ik mij wil kleden. En dat zouden we allemaal moeten doen. Mm. Everybody in this world. Dus gewaagd, alleef. Nee, ik vind dat helemaal niet gewaagd. Totaal niet. Nee, ze zijn eigenlijk niet veel gewoon in België misschien. Goh, ik denk het wel. Maar ik denk dat mensen soms gewoon graag commentaar geven. Omdat het soms... Het is veel makkelijker om negatief te zijn over dingen dan om positief te zijn over dingen. Dat is gewoon zo. En daarom ben ik wel... Vind ik dit trouwens fantastisch wat jullie doen. Dank vrouwen, dank je. Ja, sorry. Ik kijk helemaal niet naar u. Nee, dat is oké. Sorry, maar ik vind het fantastisch wat jullie doen. Gewoon vrouwen die elkaar ondersteunen. Jullie kennen elkaar ook al hoe lang? 10 plus. Girls can be real friends for life. It's possible. En vaak zijn het de vrouwen zelf die daar dan niet in geloven of die denken dat andere vrouwen het niet leuk gaan vinden. Dus ik denk dat ook wel iets is wat dat door de komst van hashtag MeToo en vrouwen die het wel degelijk opnemen voor elkaar en equal pay day, vrouwen moeten evenveel betaald worden als mannen. Voor het, moeten we ook niet zomaar thuis gaan blijven om voor de kids te zorgen als ze dat zelf niet zouden willen. Er zijn toch wel... Er is een verandering aan de gang in heel het gebeuren. En vrouwen krijgen eindelijk wel wat meer respect. En dan voelt je eigenlijk dat het vooral de vrouwen zijn die elkaar niet respecteerden. En dat niet altijd is van... Misschien is het ergens ook wel wat jaloezie soms bij vrouwen natuurlijk. Ja, dat is ook zo. Maar er moet gewoon een grotere... Dat is ook zo, absoluut. Maar elkaar dingen gunnen... Dat is net weer met dat positieve zijn. Ik bedoel, ik gun jullie alle geluk. Ik gun iedereen die aan het luisteren is en aan het kijken, is alle geluk. Want als je met die ingesteldheid naar de wereld kijkt, dan dat kun je alleen maar als je zelf graag ziet. Ja. En als je zelf niet graag ziet... Als je zelf geluk ziet, dan ziet van iedereen moet gelukkig zijn. Voilà. Ja. En als je zelf graag ziet, is dat gewoon de basis om alles ook meer te gaan relativeren en gelukkiger te zijn met alles. En iedereen heeft ups en downs. Hè. Ik bedoel, ik kijk ook soms in de spiegel dat ik denk, oh my
god, dit zie ik niet graag. Maar dat is part of life gewoon. Dat zorgt er ook voor dat je jezelf challenged. Want jezelf graag zien, dat wil niet zeggen dat je maar gewoon content moet zijn met alles wat je zegt of doet of ziet. Je moet altijd werken aan jezelf en jezelf challengen. Maar wel met zelfzorg en met liefde voor jezelf. Mm-hmm. En dus ook voor elkaar. Klopt. En als laatste hebben we eigenlijk ook altijd een rubriek waar we zo de gasten kans geven om een roddel of een misconceptie over hun toonkrachten. Ja. Heb je eigenlijk zoiets over u wat je liefst de wereld zou uithelpen? Goh, echt zo heel... Er zijn kei veel roddels over mij, dus als ik daarmee zou moeten beginnen... Wat ik het soms wel moeilijk mee heb of mee heb gehad, is zo... Heel veel mensen zijn zo van, ja, maar voor u is het toch gemakkelijk om een merk te starten. Je hebt al die visibiliteit. Ten eerste, ik heb daar ook heel lang aan moeten werken om dat ook, om op die plek ook te komen. En wat ik daarnet ook zei, 1+1 mag zeker geen 2 zijn als je wilt gaan ondernemen. Dan moet je minstens 3 zijn en liefst 11. Dus je moet zelf zoeken naar hetgeen waar je mee kunt onderscheiden. En ik ben echt wel zaakvoerder van mijn bedrijf. Samen met een vennoot dat gestart, wij hebben allebei 50% van de aandeel. Allee, ik 50, hij 50. Dus wij runnen het bedrijf op dagelijkse basis met ons 2. En ik vind dat wel belangrijk dat mensen dat ook weten. That I'm not only just doing the social media. Wat ik ook doe. En wat trouwens, waarmee ik niet wil zeggen dat... Want dit is ook... jullie doen ook niet enkel de social media. Jullie doen de research. Jullie doen de productie. Mensen zoeken. Alles. Je doet de whole package. En dit is een social media concept. Maar Odette is geen social media concept. Hè. Odette is een brillenmerk. Dus dat ik dat echt van A tot Z gewoon mezelf doe, vind ik wel belangrijk dat mensen dat hopelijk ook zo zien. Kijk, ik denk dat het heel duidelijk is. Dat je een top ondernemer bent. Ja. Ja, maar die nou ook niet zo vragen. Ik heb een allerlaatste vraag. Uit wat wij gehoord hebben hier net, heb je al heel veel meegemaakt. Je hebt al heel veel gedaan. Wat is zo... Iets dat jij zou willen meegeven aan jonge meisjes. Zo'n gouden tip of een gouden advies. Zo van, dit moet je doen. Geloof in jezelf. En doe waar je goestingen hebt. Mm. Als je, gelijk wat je daarnet zegt. Ja, sorry, ik ken niet al jullie... Wat is uw naam? Melissa. Gelijk Melissa, wat je daarnet ook zei. Van, gewaagde outfits. If you want to wear it, you just go out and wear it. Ja, trek u niet aan wat mensen daarvan zeggen. Als je er comfortabel bij voelt, tenminste. Mm. Dat is heel het ding. En als je iets wilt gaan doen... ik weet nog goed, hè, het einde van het middelbaar, en dat dan... Dat was dat CLB, hoe heet dat ding? Zo van, ja, we raden u toch niet aan om universiteit te gaan doen, want we denken toch dat dat niet gaat lukken. En dan denk ik, fuck you, dat niet gaat lukken, dat gaat mij wel lukken. En dan lukt dat ook. Je laat je niet ontmoedigen door iets wat je online ziet, waar je misschien van jezelf aan twijfelt, van ik ga dat niet kunnen, of ik ben niet zo, zo grappig, of ik ben niet zo mooi, of ik ben niet zo... Just believe in yourself, and if you want to do it, go for it. Amen. Ja. Oké, meisjes, onze laatste aflevering zit erop. Yeah. Oh my god, it's sad. Woehoe, party! Okay, heel hard bedankt, Jeline, om onze laatste gast te zijn, uiteraard. Bedankt dat ik mocht langskomen bij jullie fantastisch concept. En dan komen er toch nog, hè? Ja, who knows? There might be a next season. En alle luisteraars en kijkers, bedankt. En zoals ik net al zei... Hopefully see you next season. Yeah. Woo! Yeah, you better.